Het is niet een programma dat alleen met de komst van een deputy director in feite misschien het gevoel geeft naar de samenleving dat een fase afgesloten wordt. Ik heb inderdaad ook ik sluit een fase af van het komen uit die diepe crisis. Maar ik ga een voorbeeld geven dat we nog niet eruit zijn. En ik kan zeggen, dit is een uitdaging dat we afgelopen woensdag tot en met 9 uur 's avonds vergaderd hebben en nog niet eruit zijn gekomen. En dat er namelijk een programma is van het uitfaceren van die subsidie bij EBS. En je ziet namelijk wat er gebeurt, dat prachtig verhaal van die climate change, dat je moet overgaan die transition to green energy, waar wij het ook niet slecht doen, met ons zonne-energie, met ons hydro-energie, met de uitbreiding nu van staatsolieproject naar zonne-energie. Dat wel op de tijdlijn van uitfasering tot 2060 wel boven de 50% green zijn, naast ons fossiele energie. Maar het is diezelfde impact van die climate change die zorgt dat jouw waterspiegel van stuwdam omlaag gaat. Met als gevolg minder energie. Wat zegt EBS regering? Ik krijg nu minder energie. Wat u moet doen, opvoeren van fossiel. Dus bijna 100 miljoen per maand extra geven. 1,2 miljard op jaarbasis. Dus terwijl ik moet afbouwen subsidie, moet ik inkomen nu. En dat is het verhaal wat ik aan IMF verteld heb. Dus zeggen ze akkoord. Dan gaat u uw afbouw nog zwaarder moeten doen. Dat wil zeggen 2 miljard voor 31 december moet u afbouwen aan subsidie. 2 miljard. Kijk waar we nu zitten. Mevrouw, weet u wat dit voor samenleving betekent? Dit wordt een challenge. Ik heb opdracht gegeven, heel lange meeting geweest. We gaan all hands on deck. Met iedereen praten. Energiedeskundigen, bezuinigingsbeleid EBS, vakbond, bedrijfsleven. Ik heb opdracht gegeven, we gaan euro-overleg voeren met IMF. Dat dit buiten het draagvermogen van Suriname gaat vallen. En dat we nu juist eruit komen. Maar dit kan zorg dragen dat alle goede resultaten die we daar bereikt hebben, en meer tegen de achtergrond van de eerste vraag die u gesteld heeft over 17, dat we dat niet willen hebben. Dit wordt een challenge. Ook met IMF wordt dit een challenge. Zo. Het is prachtig dat we die steun van hun gehad hebben. Met de aanwezigheid van zowel de executive director van uit Brazilië hier en de deputy. Maar deze zijn de zware issues. En het probleem is, natuurlijk wil iedereen, ik ook, dat we die subsidie moeten afbouwen. En een keertje heeft een vakbondsleider hier tegen mij gezegd en heeft me tot nadenken gezegd. En hij zegt, dat is meneer Armand Sunder, ik noem zijn naam. Van president, ik begrijp uw programma. We begrijpen het. Het gezond maken van de economie, subsidie uitfaseren. We begrijpen het allemaal. Maar u wil iets dat 30 jaar lang gecreëerd en ontstaan is en 3 jaar oplossen. Het gaat niet lukken. En dat is precies wat gebeurt. Dat ding van EBS-subsidie, jaren. En nu moet ik 2 miljard. Dus nogmaals, we zijn bezig, we hebben de exercities gekeken. En ik denk dat in de hele regering in feite niemand in feite nog overtuigd was afgelopen woensdag. Dat datgene wat gepresenteerd door alle deskundigen de oplossing was voor ons land. Dus we gaan. Ik heb de minister van Financiën en HM Biebes gevraagd. Overleg deze week, overleg volgende, maar ook overleg met IMF hoe we dit vraagstuk gaan oplossen, omdat dit een issue gaat zijn. Dus hiermee geef ik ook aan dat alhoewel we die macro-economische stabiliteit al bereikt hebben, dat in die benchmarking en beoordeling van IMF nog wat maatregelen getroffen moeten worden. Dus daarom zeggen zij ook, behoud het, laat er geen verslapping ontstaan. Ga door met deze discipline en ik wil doorgaan. Maar geef me 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar tijd. Dan heb ik een prachtig Suriname voor jou. Met afbouw van alle subsidie. Waar een goed draagvermogen is. Waar ik subjectsubsidie kan geven. Dan zit alles goed. Dan is alles marktconform.
Maar zo dit koppelen aan een tijdlijn van 1 jaar, 8 maanden, kan je zeggen, 9 maanden, wordt een beetje zwaar. Dus nogmaals, we gaan het doen. Maar we gaan het op een zodanige wijze doen dat de samenleving het zal kunnen dragen. En dat zal ons criterium zijn om uiteindelijk goed te keuren wat goed is voor het land.